Nou, die is teruggevallen tot de gedeelde negende plaats. Dus voorlopig aan de leiding 1 Yurchenko. Dus we zijn halfweg. Haar landgenoot Yurchenko, tussendoor vertellen, 18 jaar is ze. Aan de leiding 2 Mostepanova. Voor de eerste keer buiten gekomen. En onmiddellijk op een tweede plaats al voorlopig. Op 150.000ste van Yurchenko. Nog een 15-jarige, de Bulgaarse Stoyanova, is derde. Op een gedeelde derde plaats dan met Sabo. Frolova uit de Sovjet-Unie is vijfde. Rauw uit de DDR zesde. Agake uit Roemenië is zevende. Op de achtste plaats komt de Bulgaarse Grancharova. En op een gedeelde negende plaats vinden we terug Maxi Gnauk en Kutina. Gnauk moet om tot bij Yurchenko te komen drie kwart van een punt goed maken. Dat is enorm veel. Als Yurchenko gewoon op zekerheid turnt, dan is dat onmogelijk. Maar kijk eens, één flater van Agake heeft daar van de tweede plaats weggebracht. Gnauk, schitterend begonnen met een 10, is dan van de derde onmiddellijk naar de negende teruggevallen. En zo gaan we door. Sabo met een 9.60, dat is naar West-Europese normen erg hoog, erg goed. Wel, dat was voor haar veel te weinig om op de tweede plaats te blijven. Daar staat nu...